Hallo allemaal! Vandaag ga ik Star Wars spelen. The Old Republic. Het is een online game. Ik ga een Sith Juggernaut aanmaken. Ik speel vooral Sith. Dat vind ik een leuke klasse. En mijn doel is om Jason Wilson aan mijn kant te krijgen. Het probleem daarbij is, ik ben dit. Jason is dit. En Jason is een van de companions die je kan krijgen in dit spel. Dus we gaan een juggernautje maken. Oh, dat vind ik niet. Next. Nee. Mijn favoriet. Of. Zoiets, met een donkere huid. Donkerrode huid. Een mannetje. Now you'll see what a Sith is capable of. Een mannetje natuurlijk. En skin color. Yeah. Ik ben het marode, dus moet je niet te groot wezen, maar ook niet klein. Complexions, ja, oh, je oogkleur. We doen zit. Rood. Nee, geel. Ja, het ziet er een beetje demonisch uit ook. Time to rage. Voordat ik bij Jaysa kom, krijg ik eerst nog andere companions. Dus Jaysa krijg ik ongeveer bij level 65. Ik doe alleen de main quest. Ik doe geen side questen, anders wordt deze LP heel erg lang. En het is niet de bedoeling dat ik het hele verhaal ga volgen. Dit is echt de main quest, dat ik alle companions vergaar, totdat ik bij Wilsam kom. Want als ik alle sidequests erbij ga nemen, dan wordt het een 200-delige aflevering. En daar heb ik geen zin in. Ik ga mijn tijd even instellen als 30 minuten. Alarm over 5 dagen. Nee. Weekend vrij. Timer. Staat op 30. Bling. Ik heb mijn koffie. Nou, dan moeten we een naampje voor u vinden. Wat doen we? Deugd niet. Dat is aan elkaar. Deugd niet. Ja, dit is een van de weinige spellen waar je een spatie de namen kan gebruiken. Dus ik ben dat een beetje standaard gewend. Als die een. Ja. In village, your name must have 3 characters before a space. What? Ik heb toch geen spatie gebruikt? Deugd niet. Aan de vele. Oh. Durak. Nee. De slechte. Ik speel altijd Sith.
Ik doe alleen maar slechte dingen. Mits er iets is, ik weet omdat ik dit spel al jaren speel, dat sommige dingen moet ik goed doen. Maar zoals je zo meteen zal zien, ook al niet. What? Gemeen. Yes. En dat is omdat je ook alliances moet krijgen. Zo kan het zijn dat ik Jedi's moet helpen. Nee, nee, niet. Pst, geen kopje claim. Nou, we beginnen als een klein etiketje. Level 1. Oh, sorry. Normaal sla ik dit altijd over, maar net zoals de gesprekken, er blijft een spaatje druk omdat ik alles oké. Maar ik zal het niet doen. Als ik het niet vergeet. Keep me looping. At last, we arrived. Good, good. There is much to do and every moment is critical. Nou, ik ga al heel eerlijk tegen je zijn. I'm overseer Tremel. Nog wel. I've administered the trials that prove who is and is not worthy to join the Sith Order. The trials are a chance moment. To weep. Moment. Preferences. Waar stond dat onder? User interface. Display subtitles. Dat is een apply. Moet ik helemaal naar toe lopen. Hallo, daar zijn we weer. Ja, dat weten we. Dat weten we. Good. There is much to do and every moment is critical. Dank u. En ik ben troepsje, echte shit. I'm overseer Tremel. For decades I've administered the trials that prove who is and is not worthy to join the Sith Order. The trials are a chance to weed out the weak. Those who face them either survive and become Sith, or die. Dat heeft me al een keer een account gekost. Daarom ben ik ze. Ah, man, dit zit in mijn bloed. I am destined to be Sith. It wasn't destiny that brought you here. Yes, you are here and ahead of schedule because of me. Mocht je een hekel aan hem hebben? Zometeen kan je genieten. You face your trials, you serve me, and I will make you the most powerful acolyte here. You had better be able to deliver that, Tremel. Leave your doubt at the door. There's no room for it in here, and no time to waste. The trials themselves are difficult enough, but they are hardly the greatest threat you face. There's an acolyte here named Ben. He's your enemy. Die ga ik doodmaken. We must prepare you. Let him try. I'll destroy him. With my guidance. Oh, ik heb jouw guidance niet nodig. Ik heb hem al zo vaak gekild. The blade of lesser acolytes. You need a dominating weapon. Trap hier ook nooit in. En hij betaalt je 10 miljoen credits. Voor als je subscriber. Als je zijn link gebruikt. Je krijgt er 7 dagen. Of een sub. En je bent je account kwijt. Ik heb verleden week. Heb ik ruzie gehad. Met iemand die het ook zei. Toen zei ik het. Van oké. Okay, if you like to lose your account. Join him. Ja. We begonnen meteen te schelden. En te vloeken tegen me. Oké. Okay. Wee. Hoe moet ik het uitleggen? Ik ben subscriber, dus ik betaal maandelijks. En met bepaalde events die het afgelopen jaar geweest zijn, heb ik goodies gekregen, companions, etc. Als jij nu begint te spelen.
krijg je dit niet. Omdat die events al lang voorbij zijn. Anderen hebben hem ook al door. Dus ik ga mijn spullen even pakken. Ik pak alles wel mee. Oh nee, niet vernietigen. Nou, vernietigen. Zo. Dan doen we ietje. Nou, die troep, dat gooi ik weg. Hé, hey, waarom gooi je dat nou weg? Omdat je dit na 2 minuten spelen alweer moet uittrekken. Omdat je de andere keer krijgt wat nog beter is. Dus, ik heb het niet nodig. Dus mijn einddoel, en dan is het waarschijnlijk niet het eind van de gameplay, want ik denk dat ik hem tot het einde van het verhaal ga spelen, maar dat is dan het laatste companion die je krijgt, kan ik het zo zeggen. Nu, dit is een companion. Dit is een companion. En dit is een companion. Je krijgt Nico, dit is Paxton. En dat is mijn favoriet van nu. Shea Wilsa. Dus die nemen we eerst. En die andere die neem ik ook vast bij me. Want zodra ik level 10 krijg, kunnen ze voor mij aan het werk gaan. Nee, ik wil Paxton niet. Ja, als jullie weten wie Paxton is, dit is Paxton. Paxton Roll. En dat regelen we zo meteen wel even. Jij bent sterker dan Nico, die komt toch niet. Dat heb ik nodig, dat heb ik nodig. Een beetje XP erbij. Nog een beetje XP. En een titel, niet te vergeten. Die robotjes er maar bij. Zo, bla bla bla. En jij ook. Dit zijn mijn voertuigen, maar die kan ik nog niet gebruiken. Ik wacht tot ik level 10 ben. Dit kan ik eigenlijk ook allemaal weggooien, want dan draag ik me uit macht. En eens kijken, wat is dit? Oh, hier. Nee. Om de helm genoeg. Nee. Ik moet dan. Ik wil mijn. Jay Vilsla hebben. En later wordt Shea omgewisseld voor Vette. En Vette wordt weer ingewisseld door Jaysa. Ik ga met geen van deze romansen. Want ik bewaar mijn romans voor Jaysa. En ik was nog niet zo bekend met Jaysa. Dus ik had al een vette relatie met Vette. En toen kwam ik Jaysa tegen. Ik loop de oude Nederland. Ik zie niet op de letter. Map. Hier. En toen merkte ik dat Jaysa meer voor mij was, omdat zij ook slecht is. En om de waarheid te zeggen, deed me eigenlijk best wel wat dat ik het uit moest maken. Uit moest maken met Jaysa, met de Vette. Als je geen spoilers wil horen, moet je even je mond en je oren dicht houden, want Vette gaat dood. Veel later pas dan, hè? Veel later pas. Dit is gewoon een show companion, die doet niks. En die krijg je wel. En een paar van die companions. Show companions.
maar haar heb ik gekregen. Oeh. Ja, doei. Ignore. Dat zeg ik altijd, dat ik mijn account al een keer door geband gekregen. En was eigenwijs nog een keer toen volledig verwijderd. Maar ja, ik woon nu in Duitsland, toen daar woon ik in Nederland weer, dus. Doe er nog veel nog. Hoeveel? Oh, take all. Wat? 4 van 6. Nog 2. La di 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 da. Hallo! Er is geen dubbel XP boven de derde, nee. Ik heb al een soort gelijke gameplay van deze gemaakt. Dat was in het Engels. Alleen... daar kon ik niet meer mee verder, want ik had allemaal filmpjes gemaakt. Behalve deze kwestie neem ik wel aan. Want ik moet, dan moet dat doorgaan. Corrigan Regiment. Can I talk to you? I'm busy right now. Understood, sir. But I require assistance from you. You're the acolyte overseer Tremel had brought in special, right? Heading down in the tomb to show what you're made of. Mind your business, soldier. Apologies if I offend you. I thought you might appreciate the chance to not only show off for the overseers, but build some ties with the Imperial military as well. I'm here commanding a hard target mission. I've lost 3 squads of good men fighting them. They come in packs. They'll swallow a man whole. Your men obviously need better training, Sergeant. Those men were battle-hardened. The enemy just has more numbers. The damn claw slaps brings them. Yeah, and it would be moved. We can wipe them out conventionally. So we started targeting their egg chambers. They went insane. No! We managed to get explosives to all of the egg chambers, but the claw slugs were all over us before we could detonate them. I finished the job. Don't underestimate those claw slugs. Yeah, blah blah, shut up. Oh, social. Ooh. Outreach Betrayed, crew, killed. Killed import offer. Ignore duels. Automatically decline. Hide friends from mission rewards. Yes. So. Apply. Waarom? Ik speel dit altijd alleen. Ik ben een solo speler. En behalve dungeons waarvoor je moet aanmelden met in een groep, ga ik in een groep. Maar voor de rest, ik speel alleen. Ik heb niemand nodig. Er moet nog een kwestie liggen op de grond. Daar. Met skeletteken. Hé, hey, die hebben ook weer die slugs die hier gekillt. Omdat dit andere slugs zijn. Kijk, daar heb ik een nieuwe quest voor. Je hebt hier veel van die beesten die lijken op elkaar. Maar hebben net een andere naam. Waar is de quest? Daar. En waarom moet je alweer weg? Oh nee. Ja, dat kan zomaar gebeuren dat hij weg is. En deze vind ik leuk, want die springt in dat rond. Katoink, katoink, katoink. Nou, dan gaan we die looties even doodmaken. Money, money, money. Zap. Hallo. Yo. En waarom je dit spel goed alleen kan spelen.
Je hebt een companion hieltje. En als je dat niet wilt, doet ze dat niet. Dan wordt ze tank. Kijk, dat bedoel ik. Hè. Dan heb je alweer een nieuw shirt te pakken. Dat je dat andere shit weer in je inventory gaat. Dat vind ik niet erg, want dat kan ik verkopen. Dat andere wat erin zit, kon ik niet verkopen. En dat is de reden dat ik het echt wel gegooid heb. We gaan eerst deze kant op, want dan moeten we even die eieren opblazen. Ah, deze heb ik ook nog nodig, dus... Hey, joepie! Joehoe! Niet in mijn rug prikken als ik bezig ben. Ja, oh, is dat auto? Auto, fuck. Escape. Preferences. Controls. Auto boot. Yes. Apply. Oké. Okay. Je valt. Oh, je valt dan maar. Oké. Okay. Wat ik bedoelde, kijk, ik heb standaard rood. Dus commit to the dark side of the force. Ja, als je nou de andere... Oeh, purple item. Als je die andere speelt, dan word je standaard wit. Maar je kan in de eigenschappen aangeven dat je standaard rood wil hebben als je rood wil spelen. Lopen, lopen, lopen. Ik ben een hoger level nu, dus vallen me nou niet meer zo snel aan. Mits ik te dichtbij loop, dan wel. Nou, kijken of die bossie er is. Nou, denk ik niet. Er staan nog hier wel een paar. Jammer. Maar dan wacht ik toch even tot hij weer daar is. Daar is hij weer. Hallo, vriend. Nee! Dat die kutje het weer... Oh, man! Dan word je op schijt, Steven. Rot op die pleuris, shit. Ga weg met het ding. Nee, hier. Waarom ik hem wil killen, dat is iets wat ik standaard doe. Ik heb altijd zoiets van... Ah, bossie! Laat liggen! Komt hier uit. En dan gaan we hierheen, dan gaan we daarheen, dan gaan we meteen de skills ophalen. Wee. Ik heb voor je probleem opgezorgd waar je manschappen niet voor goed genoeg voor waren. And this one man army did it. Nieuwe handschoenen. En hallo, ik heb er wat skillsjes voor me. Ja, maar hier ook, kom op. Kom op, kom op. Ja, smash. Dan moet ik even een slotje eraf halen, want deze twee combineer ik altijd. Nou, zo. Want hier kom ik mee aanspringen en als ik aansprongen heb, kom ik op deze en doe ik een beuk op de grond. Remember, peace is a lie. Dus dat is die ene skill is voor afstand. Ik moet niet voor afstand gebruiken. Zoals nu. 3, 4! Welk? Ja, zij kan haar eigen goed redden. Kijk, als je
What? Meestal grind ik hier al dan maak ik alles dood. Deze moet ik dood maken omdat het licht genoeg. En heeft ze wat meer loot wat erbij komt. Weer die chat. Oh, man. Ik wou dat je die chat kon deactiveren. Dat is het veel beter geweest. Want er een of andere macrocode in die toetsen. Als je te snel achter elkaar drukt, dan opent hij de chat. Dood hier op. Dat is met deze is het niet zo erg, maar als je met een bos loopt te battelen, ja, dan heb je wel dan denk je van waarom doe ik geen skills? En dan kijk je naar en zie je dat je de chat beregel vol staat met nummertjes. Gaat ik goed? Ja, ik ga het goed. En om romans met je companions te doen, is in het begin eigenlijk totaal overbodig. Want zodra je de level 60 is het geloof ik, dan verandert de verhaallijn. Jij wordt ingevroren voor, weet ik veel, 100 jaar of zo. En dan word je bevrijd. En dan zijn al je companions zijn weg. Sommige vind je weer terug. Alleen al die tijd en credits die je erin gedaan hebt om hun romance te uppen, is leeg. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Yeah, nieuw wapen. Woehoe. Nou, robotjes. Ik kom naar u toe. Wakker worden. Nee? Verder nog lopen? Ja! Ja! Hey, hey. Nee, je had nachten moeten vallen, je had hier jonkje gelegen. En jij had er niet uit moeten komen. Welk. Krijg je allemaal weer geld voor? Ja, ik ben geen horter, dat niet. Ik ga niet dingen verzamelen en in mijn tas houden. Maar ik pik alles op, want het is geld waard, hè? Zo, hallo. Ik heb net even winter gespeeld, dus ik denk ik ga met mijn muis. Knoppen vechten. Nee, met toetsenbord vechten. Dit. Oh, wat was het paarse item? En ik had gehad, dat wou ik niet naar kijken. En nieuwe schoenen. Ik had net een paarse item gekregen. Dan laat ik meteen deze even activeren. En als je zometeen werk hebt, dan moet je dingen gaan verzamelen. Die worden dan meteen in een aparte tas gegooid, zodat ik die inventory komt. Anders zit je inventory binnen nooit aan. En de laatste. Ding! Zo, er zijn gewoon die laptopje hier. Geen loot. Oh, je kan toen niet meer terug. Een rood gordijn. Dan zijn we voor de rest klaar. Dan kunnen we terug. Ja, alleen even zometeen die quest bij die gast afgeven buiten. En dan gewoon weer naar binnen. Je kan ook een assassin spelen. Die speel ik ook heel vaak, want ik vind dat superklasse.
En dan moet je niet denken dat je stealthy bent, maar het is een assassin. Hij heeft geen messen, maar hij heeft laserstralen, stromen bedoel ik. Maar het is een vorm van assassin. Hij is 96 ruim. Het heet ook een assassin. En... een groen item. Daarna blijf je switchen. Maar dan zeg ik, dit kan ik allemaal verkopen en het andere kon ik niet verkopen. Dus ja. Zodra, meteen als ik level 10 ben, dan moet ik een dungeon in, maar die kan ik alleen doen. Ik ben even vergeten hoe dat heet. Weet het nou, een dungeon hier al. Ik kan ergens nieuw komen. Oh, ben ik wat vergeten? Waarom moet ik terug? Ik heb net gekeken op de map en er was niks meer. What the heck? Wat? Ah nee, ik moet weer helemaal terug. Voor wat? Ik moet die artefacts nog hebben. Dombo. Die is van mij. Weet je hoe ik dit weet? Als ik hem later het grijs wat aanval, laat zijn naam grijs worden. Dat betekent dat ik de loot niet heb gekregen. Oh. Kan je informatie lezen over wat het is, et cetera. Ik pak ze altijd op. Niet dat je... ja, je krijgt er geloof ik geen achievement voor. Ik weet het niet, want ik heb ze niet allemaal te pakken gekregen. Oh, kom maar hoor. De meer, de B. Oh, die had ik ook nog moeten hebben. Ik moet mijn wapen moeten testen. Nou, vooruit. Hallo. Waarom niet één ding extra? Hallo. Ja, kom maar op, kom maar op. Kom maar, kom maar, doe het maar mee. Ik hou van games waar je een companion bij krijgt. In WoW speel ik bijvoorbeeld een hunter. Dan krijg je een keer companions themen. En in dit spel krijg ik companions. En met companions bedoel ik dus deze. Ik speelde Jade Dynasty en dat noemde ze me altijd de Collector. Omdat ik iedere companion van het spel, iedere mount in het spel, alles had. Ja, dan pak je aan, man. Nee, geen probleem. Zo. Oh, ik zie hem. Ik zie het blauwe licht. Hey, wordt mijn companion aangevallen? Hallo. Wat gaat hier gebeuren? Oh, daar vrienden. Normaal roep je altijd Shayla, Shaya. 1 van 3. Hallo. Een zilverster is een mini boss. Ja, mini boss.
Dan heb je gouden, dat zijn mini bossen. En dan heb je goud, zilver en dat zijn bossen. Klaar. Nou kunnen we terug. Maar goed. Daar ik geen zin heb om dat hele stuk weer terug te lopen. Combat proficiencies. Oh ja, moet ik even wat wil ik worden? Tanken doe ik nooit, dus Vengeance of Rage. En laten we Rage een keer doen. Ik speel altijd Vengeance, maar laten we deze eens een keer doen. Yes, I want to. Dat is voor nou nog niet nodig. Het begint pas wel even op 10 begint te tellen, maar dan heb ik dat nu gewoon ingegeven. Zo, en dan. Oh, even Lutio. En dan. Dan hier. Wat is met mijn karakter hier? Ja, bla bla bla, er is niks. F you. What? Abilities. Hey, General. Daar is hij. Quick travel hier naartoe. Daar. En weer daar. Zo. We gaan eerst hierheen. Naar deze doevoe. Hallo. I have taken care of your problem with the looters in the tomb. Ah, then I'll assume my men are dead. Oh, so dood is my guy. Their loss is your gain, I suppose. I have completed my task then. Yes, sir. Accept. Allemaal nieuwe gear. Een nieuwe broek ook nog. Jongen. Seps. En als zodra ik level 60 ben of zo, dan ga ik keer kopen in de shop. En dat wordt. Als die nog beschikbaar is. Darth Malgus. Ja, dat mag eens een keer. Dan krijg je tenminste een leuke cape om ook. En een voordeel is. Ah, ja meneer, ik ga mijn skills leren. Mevrouw, sorry. Even vluchten. Even vluchten. Even vluchten. Even vluchten. Kom op, vlucht! Kom op, vlucht! Overseer Tremor wishes you to meet them and learn what you can. Pure blood in your veins gives you a very attractive coloring. To even touch a pure blood woman, you must prove that the Sith runs strong through your muddied veins. A Sith woman only respects power. Go. Someday you may learn enough to impress me. If not, kill me. No. You are expected there shortly. Niet dat je er ooit nog komt te spreken, maar. Dit spel heeft wel bepaalde dingen. Het handelen naar je, hoe jij handelt. Zoals bijvoorbeeld. Dat is ook veel. Nee, dat is zo meteen. Dan moet ik een quest doen. En die moet ik wit doen. Ja, maar dan vertel ik dat als het zover is, dan leg ik dat wel uit. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Zo in me zijn. Hey, stop me weken niet, hè? Oh, chips. Nee, dus. Watergang, dodelijk verkeersongeval. Dorpsstraat. Bengoed, Marktplaats, allemaal ons. Laten we de map even weg doen. Tididididididi.
Oh, dat gaat nou niet gebeuren. Normaal als je met hem zou praten en die quest zou afleveren, zou je levelen. I will show you how to wield it. Dan krijg je meteen een tweede quest, want die skill quest. Skill. Show no mercy. No, I won't. They will obey me. Or I will crush them in my hands. Zometeen gaat hij een quest hebben, ga ik niet doen. Daarna gaat zij een quest hebben, die ga ik niet doen. Dan zeg ik, ik ga vanaf nu alleen nog maar de main quest doen. De main quest doen. En alleen een side quest waarvan ik weet dat ik ze voor later nodig heb. En dat bedoel ik net te zeggen met, soms kan je niet alles altijd kwaadaardig zijn. Ik doe het zoveel mogelijk wel, want ik wil de achievement krijgen, dat ik de titel naast mijn hoofd heb staan, dat I'm pure red. Pure evil. Zoiets. Hey there, acolyte. Hold on a moment, let me get a look at you. Hey, jullie gaan allebei dood. Impressive, to be sure. En je hoeft hier niet aard tegen ze te doen, want het helpt niks. Dat heb ik al reeds geprobeerd. En daar ik van rode puntjes haal, moet ik wel rood doen. Believe it or not, I'm trying to keep you from getting killed. Yeah. If Overseer Tremor had made his move a year ago when I first arrived, we might have had a chance. But now, too little. Oh! This is ridiculous, Memory. Let's just kill him and hide the body. Ja, zo, ik heb hem ook verslagen en had ik de optie dat ik hem had laten leven. Dat had ik gedaan, maar dat bracht me niks, dus vanaf nu maak ik hem ook gewoon dood. Oké, rood. I'm going to take what's yours, and then I'm going to kill you. You have no idea the enemy you're making. No, indeed. Be right there. Ja, jij ook nog een zegje doen, kom op. Listen to me, you useless priest. Acolytes aren't allowed to murder each other. No, I know. Like accidents. Yeah. It isn't murder. No. Witnesses. No. No more warnings. No. Venrin's the alpha monster. We haven't the easy to dealt with. You go after Venrin, you die. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Hoe laat ben ik begonnen? Nou, we leveren deze quest even. Ja, dat was Femmering. Er is niks aan de hand. Ik maak hem toch wel dood. Niet zeuren. En dat is de dochter van hem. Yes. How do you like your new belief? Oh, it will be. I suppose this is sufficient. Niks bijzonders. What are you doing, father? I only just got my warblade and I've been here 6 months. I have my reasons, Escala. And you will not breathe a word of this to anyone. Luister goed wat ze zegt. Yes, father. Ja? Acolyte, this is Escala, my daughter. She's one of the advanced students here. On her way to becoming Sith. If she minds herself. Don't keep quiet about your new charge, father. But I won't be there if whatever you're planning blows up in your face. En dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. She growls, but she's loyal. Now. I thought I heard Benman's voice in Jason's chamber before you arrived. Did he make his move so soon? Yeah, I hate him already. I look forward to ending his miserable existence. And the title will well, you'll have that satisfaction someday. Still, I'd hope to have more time. Benman's not the type to sniff around for too long before trying to take a bite. In a drive for sheer numbers, the criteria for academy admittance. But trouwens ook een leuke klasjes om te spelen hier is Bounty Hunt. Sensitivity is allowed entrance. Memory is mixed blood, the invisible rot eating at the foundation of the empire. Jijzelf ook. So please, just let me stop him. Unfortunately, Remarine's caught the eye. Hij is een mixed breeding, zoals ze dat noemen. Dat kom je zeggen. Ik krijg zo meteen eigenlijk borst. En daar vertelt iemand het uit. The power at Remarine's fingertips will be considerable. He could change the Sith for the worse.
Als je Sith speelt, dan kun je ervan uitgaan dat je iedere overseer gaat dood. Door jou. Bijna allemaal. Dus hij gaat ook dood. Door mij. Verrassing! You'd better send someone to clean up after me. The slave pens are right there. They have mops. Dit is ook een quest. Die moet je in een bepaalde volgorde doen. En ik geloof niet dat je er iets extra's voor krijgt. Alleen hoe hij iets gaat zeggen is anders. Dan zegt hij bijvoorbeeld three choices and you answer them all three good. In plaats van, en dan moet je daar ook weer het juiste antwoord op geven. Ik vind dit een van de leukste, want dan mag je tenminste eentje doodmaken. Je zou hier ook aangevallen worden door NCP'ers. Dat gaat zo meteen gebeuren, bijvoorbeeld. Zoals die Femrin. Dat gebeurt nou nog niet, hoor, pas veel later, maar als we in de tomb zijn. Maar zo ook die dochter van die je net zag, die gaat mij ook aanvallen. One more cure from you. Dat wordt je compagnie vetter. Jerk. Ow, jerk. If you don't like that, just say so. I can do other animals too. Dire cat, frog dog, wakey monkey lizard, you name it. You, I'm Jayla Nash. I run these cells in Slate Fix. You're the acolyte Trell sent for the test, right? He thinks I'm you too. Let's cut to the chase. No skin off my rump. Now, these three prisoners have been transferred here for your inspection. Yes. You've got to interrogate them as needed, and then decide their fate. The convicted are usually executed, or given a trial by combat to see if they're worthy. Whatever you decide, you will be the one to carry out the sentence. Show me to these soon-to-be-dead lowlifes. Fine. Let's get started. This one on the left. You freaks aren't getting anything new out of me. Just do whatever you're gonna do. So you're hoping for blind mercy? Do you know where you are, lady? You don't have to tell me. There's no such thing as mercy here. I know how this story ends. Yep. Impudent to the last. As I was saying, she was sent to kill an Imperial spy in the Yavin system. Throughout her torture, she maintained that she was hired anonymously. Get it through your damn head! I had no idea he was Imperial, and I don't know who hired me. Regale me with the details of your operation. What was your chosen form of murder? I didn't kill him. I was caught before I could pull it off. The point is, she doesn't deny the charge. So now you must decide. Execution or trial by combat. Which did you choose? Neither, actually. She could prove useful. Send her to Imperial Intelligence. I won't work for free. I won't work for free. Huh. You spared her. Interesting. Please. I have a Phillips. Judge me with an open mind and grant me trial by combat, I beg you. Quiet down, scum. You will speak when spoken to. This part of waste is devotech. Yep. Geen tijd aan verspillen. Until he botched an important mission and caused 1,000 Imperial deaths. Now look at him. I served faithfully for 24 years. Then one mistake. Yeah. Dat is het zitleven. Ja. Nee. Ik denk wel. I don't do charity work. I die a disgrace. Yes. En dan even omdraaien, zwart in zijn pens duwen. Impressive. I won't have to look at his sad weathered face anymore. Thank you. Don't mention it. Well, this last prisoner's a bit of a puzzle. He's called Greg.
Niks mee te maken. Strangely enough, he maintains his innocence, despite being severely tortured. Your ramblings are falling on deaf ears. Confess and the torture will stop. Even sneller. He's never wavered from that line, and the evidence is circumstantial. I suppose it's possible he didn't do it. So, what do you decide? I don't care if he's innocent or not. Torture him enough and he'll confess. Not fair! Shut up, you fidgety fool. The decision's been made. Yeah. Well, that's that. You're an interesting one, kid. Thank you. I see why people are keeping tabs on you. Head back to Overseer Tremel. See what he thinks of your choices. See what... Kijk wat hij van je opdracht vindt. Dan hoor ik de dingen die je hebt uitgevoerd. Maar dan ben je er nog niet. Nee. Wat is korter? Dit. Dan ben je er nog niet. Nee. Want dan moet je weer hem de antwoorden op Trimmel's vraag gaan geven. De eerste keer dat ik deze quest deed, had ik al een idee dat het zo zou zijn. En zodra ik deze keer stop ik, want ik ben vergeten de tijd, dus dit zal weer langer dan 30 minuten wezen. Is this everything? Everything Lord Rennie was able to obtain, yes. Maak je geen zorgen hoor. Krijgt hij geen kans toe. Geloof me maar. These interruptions are incredibly annoying. On to the business at hand, your test in the jail. First, the assassin, Solence. She attempted to kill an Imperial spy, but was unaware of her client's affiliation. You assigned her to Imperial Intelligence. I commend you, that was excellent thinking. Check. Never waste a potential resource. I just figured, let the Imperials deal with her instance. Whatever the reasoning, the choice was exactly what Darth Barriss would respect. Now, Devotech, the former warrior. He wanted combat, but you struck him down. Perfect. The man is utterly useless. I do not ever choose to waste my time. Once something is used up, it should be like you. Lastly, the forger you sent back for more torture, even though he seemed innocent. A strong decision. Leave no stone unturned. The ripple from even a tiny stone can flow a great distance. Well, look who's just turned deep and insightful. It's always best to know beyond any doubt. After all, what is one man's sanity or life versus the fate of the Empire? Maakt het twee. Each time, each prisoner, you made the best possible decision. You may yet be able to challenge Vemrain for Darth Barriss's attention. To celebrate, a small reward, then I'm ready. Let's make our move. Hey, je zegt, I'm ready. Ja, ik ga de toepin. Darth Barriss will be predisposed to judging you severely. And by severely, I mean fatally. Now, we must hurry to your next trial. Every moment that passes, we risk discovery before we're ready. In the caverns of Mark Aragnos is the beast he left to guard his legacy. Go there, sit among the flames. Ja, en ik ga nu ook een sidequest aannemen en doe ik dit. Omdat dat op een veel latere level komt met dat van pas. Sounds like a good opportunity for violence. Hold nothing back. This creature is doom itself. De eerste keer dat ik het speelde, oké. Was hij pittig, maar nou. Niet eens level up. Ik durf dat vaker in de tas kijken.
Oh, dubbel XP. Altijd. Lekker. Ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. Wee! Ja. Dit spel is ook zo heel... Oh, ook heel veranderd. Heel erg veranderd. Man. Van ja, wat dat? Zou je ook een quiz krijgen bij level 13 en dan moest je een bos verslaan? Maar de quiz bestaat niet meer. En hoewel ik andere karakters er wel naar binnen heb zien gaan. Ik heb veel karakters bij naar max level gebracht. En nooit die quest kunnen ophalen. Ja, dat was wel jammer. Dan moest je een schedel in een bloedbad leggen. En dan kwam die borst tevoorschijn. Was pittig om te doen. Echt pittig om te doen, maar... Een leuke quest. Nee, jouw quest doe ik ook niet. Ik verdien geen rode punten eraan. Thank you. Zo'n robotje krijg je ook zodra je een ruimteschip krijgt. Krijg je een ruimteschip? Ja, je krijgt een ruimteschip. Hoe moet je anders andere planeetjes vervliegen? Ja, teleporteren kennen ze niet, want ze kunnen alleen dit vorm vervoeren. Je zal ook nooit op je maan kunnen vliegen. Misschien zweven, een metertje boven de grond, maar vliegen, nada. En in het begin was dat wel wennen voor me, omdat ik gewend was in games te kunnen vliegen. Maar nou, nee. Malora, ik ga je helpen. Dit is die quest. Waarvan ik zeg, deze ga ik... Moet ik wit kiezen, dus goed. Omdat ik haar later in het level heb ik haar nodig. I trust the sight of a messy operating table doesn't disturb me. Nah. I have no fear of dead things. All fine and good, but lack of fear and genuine interest are not the same. This used to be a Tukata, the hound-like creatures infesting Korriban's tomb. Ja, maar je hebt er eentje hier, oh. Niet in die kooi, waarvoor moet ik er nog eentje killen? I see this creature is an expression of pure dark side energy. Aggression made manifest. If you're the only one who can see, maybe it isn't there. The ignorant often question the perceptions of the wise. You require enlightenment. The force is alive. It expresses its will in the physical world. This Tukata was one such form. I think it's time you got a life. You judge me, yet have no understanding of my work. I've dissected hundreds of Tukata, forging a direct connection to the dark side. Each beast I examine advances me toward perfect unity. Ik heb geen respect voor dit soort NCP's. Dus ik ga niet zeggen van, oh ja, ik ga het wel. The galaxy is a harsh place. Yeah. You don't understand, I've lost a vital key to unlocking the dark side's true essence. You acolytes delved those tombs on your trials. You could hunt that Tukata for me and retrieve its perfect range. Je hebt er eentje! My apprentice, Malora, saw which tomb the mutant beast fled into. Find out what she knows, assist me, and you will be rewarded. Why not send your apprentice to recover this beast? She's more suited to the laboratory than the tombs. She lacks your fire, right? Ask Malora where to seek the Tukata and return to me when you have its brain. Want de hele tijd deed ik rood en dan gaf ik hem meteen aan hem. En toen kwam ik helemaal op het level. Dan had ik haar hulp nodig, maar... Tell me how you know this. My master is insane. That's zeker. When you spoke to him. Renning deludes the Dark Council into believing his advancing Sith knowledge. The truth is, he wastes the Empire's time and resources dissecting mindless animals. But if his spell is discredited, he will be judged, and I will be rewarded. What am I supposed to do about it? Look,
Just a minor alteration to the mutant Takata's brain would allow me to reveal my master as a fault. Bring me the brain before delivering it to Lord Rennie, and I'll make it worth your while. I might be interested. Perfect. Then we have an agreement. The mutant Takata escaped to the tomb of Mark of Radnitz. It's much larger than the others, so it's easy to spot. Return to me with the brain before you see Lord Renning, and I'll take care of the rest. Yes! Dus dan hebben we twee bosjes te killen. Wee! Als ik later Jaysa Wilsaam als companion krijg, dan gaat een gigantisch gevecht aan vooraf. Want ik moet namelijk zorgen dat zij deze donkere energie, dat ik dat bij haar ontwaak. En dan stapt ze over naar de Sith side. Dus naar mij. En ze is zo, zij houdt van gemene dingen doen en die andere petjes die houden dat. Zij is er gevoelloos voor omdat ik haar nog niet vrijgespeeld heb oorspronkelijk. Dus zij reageert nog niet op dingen die ik slecht doe of goed doe, whatever. Omdat als je dingen doet wat hun leuk vinden, dan bouw je meer vertrouwen op bij ze. Voor romancing, et cetera. In plaats van dat je dan alleen maar die cadeautjes moet kopen. Nee, we gaan eerst deze doen. Cadeautjes moet kopen. Maar op die manier kan je het ook doen. En daardoor krijg je bijvoorbeeld ook dat ze op de duur questen voor je hebben. Dat je die questen wil, of je die questen wil gaan doen. Het idee is hartstikke leuk. Het spel bestaat al, ik denk, 6, 7 jaar. Ik speel het ongeveer 5 jaar. Nou, eerst wil je het ook maken, moet je aanvallen. En nou, daar moet je goed opletten. Zoals ik al gezegd, ik heb een hekel aan KS'ers. Ik heb een kleintje nodig, want die heeft een quest item die ik nodig heb. Maar ja. Kijk, geel is een quest item. Die ook nog even voor de zekerheid. Kijk. En ik heb er maar eentje nodig, maar ja, je krijgt er meerdere. Maar goed, maakt niet uit. En nou moet je als een gek die kant op. Het is gelukkig een doordeweekse dag, dus het is niet zo druk. En even anderen die ze zitten op hun werk of niet op school, whatever. En nou kan ik. Ik ga naar via de trap, ik doe het altijd zo. En er kan hier een kist liggen. Of hier, maar er ligt er een eentje, jammer genoeg. Die kan je dan openmaken. Zo, en dan rennen we gauw naar hier naartoe. Hou tap, tap, tap. En dan 3, 4. Oeh. Kijk, wat een gemeen beest. Oeh. Oh, hij is al dood. Oeh, wat een gemeen beest. Had ik nog iets gekregen? Nee, alleen quest item. Oké. Wee! Joehoe! Wee! Ah! Ik heb jullie niet nodig. Ik heb geen hulp nodig. Kijk, ik ben net op tijd, want er komt er weer een ander aan. Dat is een sorcerer. Je hebt van elke klasse heb je twee typen. Je hebt van de Sith Assassin heb je ook de Sith Sorcerer. En die je net zag was een Sorcerer. En dat stroomde dus een AoE skill. Dus kan je meerdere gasten die op een groep staan, die kan je dan aanvallen. Heb ze ook gespeeld. Maar Sorcerer vind ik, ik heb er eentje naar level 70 gespeeld. Ik vind het niet een klasse die voor mij is. Ik speel liever Juggernaut of Assassin. Ah.
Want mijn scherm wordt niet meer zichtbaar. Zo. 3, 4. Oh, ik kan niet. Oh, die is niet vol. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, ik zie het groene licht. Oorspronkelijk nummer is van Andreas. Ik zie het rode licht, maar ik zie nou het groene licht. En spring! Ah. Halleluja doen. Kom maar, Pussy. Kom dan. You're a mean one. Ooh. The power you have. Ooh. Te gauwen. En poep. Oeh, blauw. Lichtblauw bedoel ik dan. Kijk. Dat is een high-rated item. Je hebt twee vormen van blauw. Je hebt normale. Ja, dit is een beetje paarsblauwig, laten we het zo zeggen. Daarom was ik in enig geïnteresseerd. En normale loot is blauw. Zie je geen kist? Nee, jammer. Jammer. Maar helaas. Oh, ik zou shoot. Ik stop de film hier. Ah, ik vergeet het allemaal. Bedankt voor het kijken. En ik hoop je in de volgende video weer terug te zien. Doei doei!